Na 42 jaar neemt Nikke Zonneveld afscheid van zijn geliefde bowling- en partycentrum. Maar wat gaat hij doen? Misschien, ik weet het nog niet, maar we gaan niet stilzitten, want dat gaat niet. Je gaat niet meer verder in de bowling zelf? Nee, kijk, dat hangt er vanaf wat erin komt. Als de bowling-eigenaar zegt, een nieuwe bowling-eigenaar, bijvoorbeeld voor een beetje monteurwerk of iets dergelijks. Maar anders, nee dan gaan, maar ik ga ook niet stilzitten, dus ik ga nog wel wat misschien hier doen, maar even minder. Het is nou gewoon 80 tot 100 uur per week deze die drukke tijden. En in de mei of juni, juli, augustus is het even minder. Maar 7 dagen in de week. En we doen alles met hoop met z'n tweeën. En dan hebben we nog wel personeel erbij. Maar hoop met z'n tweeën doen we. Zeg maar, nou, na 42 jaar bowling, hier dan 40 jaar, dus het 41ste jaar hier. Maar we zijn in Waalen begonnen natuurlijk nog voor die tijd, in 76. Dus het is nu 42 jaar bowling werk, dus nou, ik vind het wel genoeg. Ja. Dat is een beetje genieten. En jij staat er volledig achter, Lilian. Jazeker. Ja. Ja, ik ben ook bijna ook 30 jaar al hier, hè. Ja. Ik ben in 1990 ben ik begonnen bij Nick. En wij zijn toen in 1998 samengegaan. En nou ja, wij hebben zoiets van nu willen we gaan genieten. Dus hebben jullie er lang over moeten nadenken? Ja, kijk, het blijft kriebel. Kijk, het blijft altijd leuk werk. Maar echt om de tijd nu even nauw kennen. Kijk, straks ben je nog ouder en nog ouder en je wil ook een beetje genieten nog. Dus na 42 jaar zoveel uren per week, dan denk je van, ja. Het is genoeg. Het is nu even, ja. Kijk, het zal altijd wel even terugkomen van, shit, wat hebben we gedaan? Maar het is nou helemaal zo. Het is, alles zit erin. En nou is het straks verkocht? En dan eerst lekker op vakantie met z'n tweeën? Nou, dat zien we wel, weten we nog niet. Je hebt nog helemaal geen plannen voor de toekomst? Niet echt, een huisje en een schuurtje erbij. Maar we blijven wel een medemblik. Jouw hobby is je werk. Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Want wat ga je daarna doen? Misschien blijft hij zelf ook wel bowlen, je weet het niet. Hij is ook gek van bowlen. Ja. Dus kijk, als hij zegt van, ik blijf gewoon hier bowlen. Als het een bowling blijft, want dat moeten we natuurlijk afwachten. We hopen het wel, want de vereniging is toch heel erg groot. Ja. We zijn al 4 dagen bezet. Hoeveel leden heeft de vereniging? Nou, is wel een beetje 120, 135, 30, 130. Ja. Leden, denk ik, al met al. En we zijn 4 avonden bezet. Het is maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond. Dan heb je nog wat oudere bondjes middags. 3 keer in de week, dus dan heb je het weekend nog voor de rug, dus we zien het wel. Ja. Heb je ook een termijn gesteld van, dan moet het eigenlijk Dat weet je, weet het niet, we zien het wel. Het kan misschien een paar maanden duren, maar het kan misschien wel een jaar duren. Misschien kan het wel 2 jaar duren, dat weten we niet. We wachten het af. Het is geen moed, hè. Kijk, we willen het graag verkopen en het is niet dat we het moeten verkopen. Kijk, dat maakt natuurlijk al anders. Ja. Maar ja, weet je, je hoort toch van heel veel mensen dat ze toch eigenlijk wel graag willen dat een bowling blijft. Het is toch iets van medemblik. En ook voor de jeugd en de jongeren. Ja. Want we hebben eigenlijk best wel vaak toch wel volle weekenden. Ja. Met heel veel jeugd. En het is niet alleen bowlen. Ze gaan in de achterzaal gaan ze poelen, darten. Gewoon gezellig zitten. Feestjes, bruiloftfeestjes, zoveeljarig huwelijk. Zoveeljaar getrouwd, met eten erbij. Die zaal die erbij zit, daar kan ook 200 man in. Dus, Ja, en mensen komen graag terug. En we hebben het wel altijd met liefde gedaan. En met plezier. Dus het zal best wel even in het begin raar zijn. Maar we hebben ook zoiets van de kinderen, kleinkinderen willen we ook wat meer van gaan genieten. En gewoon samen. Ja. Dus echt plannen hebben we niet definitief. Maar we weten wel ongeveer een beetje wat we willen. Ja. En wat zijn je hoogtepunten, Nick, van deze bowling? Dat je denkt van, dat is echt, dat springt er wel uit. Dat ik dat heb mogen meemaken hier. Ja, er zijn verschillende dingen. De overname natuurlijk, dat ik een compacte van mijn vader in 88. Kocht in 94, heb ik gelijk die zaal erbij gezet, huizen erbij gezet. Hebben we zelf heel veel zelf eigen exploitatie ingedaan. We hebben het zelf opgebouwd. Familie heb geholpen. Nou, mijn vader heb geholpen, ik heb geholpen natuurlijk. Hierin, we waren toen dag en nacht bezig, dat was leuk. Een paar grote feesten hier in gehad. Foute feest blijft me ook altijd bij. Ja. Dus dat is ook wel mooi. Dat is met de vereniging dan. Maar dat was ook mooi. Dus Ja, en je behoort natuurlijk tot de bowlings die de 300 hebben gehaald. Ja, dat is ook een aantal keren. Ja, dat is ook mooi en ook leuk. En we verwachten nu nog meer. Er zit een nieuwe oliemachine in. En de scores vliegen omhoog weer. Dus we merken het ook.
Je hebt ook dieptepunten gekend natuurlijk. Ja, ja, we hebben ook wat dieptepunten gekend. Overlijden van mijn vader en mijn moeder. Van Kik, de jongen die met ons mee... Peter, niet te vergeten. Peter ingestort. En die, jammer, maar die is er nog wel. Maar ja, het is gewoon allemaal jammer. Maar ja, die heb je ook meegemaakt. Dankjewel. Dankjewel. Ja, graag gedaan.